Hey, hallo jongens en meiden. Ik zit hier achter een drumstel. Wat vet! Drummen. Ja, wat is dat nou eigenlijk, hè? Veel kinderen denken, oh, dat is een beetje rammen op trommels. Dat is het ook wel, maar er komt veel meer bij kijken. Als drummer moet je heel goed zijn in verschillende dingen tegelijk doen. Bijvoorbeeld je rechterhand moet andere noten kunnen spelen als je linkerhand. En daarbij doen je voeten dan ook nog iets anders. Kijk maar eens naar dit ritme. Dit is het basisritme. De eerste klap speelt je voet samen met je rechterhand. Daarna is opeens alleen je rechterhand aan de beurt. En als derde spelen je rechter en je linkerhand de noot tegelijk. En als vierde mag je rechterhand weer alleen. Nou, op die manier ben je altijd aan het puzzelen met drummen hoe dat nou die ritmes allemaal werken. En het ritme van de muziek, daar zorg jij dus voor als drummer. Ik denk dat het tijd is om wat te vertellen over de verschillende onderdelen van het drumstel. Een gewoon drumstel heeft 5 verschillende trommels. Dat noemen ze de standaardopstelling. Maar er zijn ook drumstellen met maar 3 trommels. En er zijn ook veel grotere drumstellen. Het grootste drumstel ter wereld heeft wel meer dan 45 trommels erop zitten. Dat gaat helemaal rond. Gaaf toch? Elke trommel heeft zijn eigen geluid. Je hebt bijvoorbeeld de allerlaagste trommel, dit noem je de basdrum. Die speel je met je rechtervoet. Een andere belangrijke trommel is je snaredrum. Dan zijn er nog 3 andere trommels over. Dat noemen ze de tom-toms. En dan hebben we nog 3 onderdelen over. Namelijk de bekkens. Je hebt het crashbekken. En het crashbekken klinkt erg fel. De hi-hat is een belangrijke motor in het drumstel. Als laatste hebben we ook nog het ridebekken.